In dit filmpje geven we jullie wat meer uitleg over het nulpunt van een functie. We maken een onderscheid tussen het aflezen van het nulpunt op een grafiek van een functie en het berekenen van het nulpunt aan de hand van een functievoorschrift. Wij starten met het aflezen van het nulpunt op een grafiek van een functie. Wat is een nulpunt? Een nulpunt van een functie is een x-waarde waarvoor de functiewaarde 0 is. Begrip functiewaarde hebben jullie in het vorige filmpje al geleerd. Functiewaarden, dat zijn onze uitkomsten, die gaan we terugvinden op de y-as. Als we dus zeggen een functiewaarde 0, gaan we op zoek naar alle punten die uitkomen op 0, die een uitkomst hebben van 0. Dat wil dus zeggen dat we op zoek gaan naar de snijpunten met de x-as. Als we naar het eerste voorbeeldje gaan kijken, dan gaan we zien dat de x-as op één plaats wordt gesneden, namelijk in het punt min 2. We zeggen dus dat min 2 een nulpunt is. Verder zijn er geen nulpunten. Als we dit doen voor het tweede voorbeeldje, gaan we kijken waar onze x-as ligt en waar dat die juist gesneden wordt. Dan ga je zien dat het hier bij min 2 is en ook 2. Deze grafiek heeft twee nulpunten. Dat kan perfect. In de laatste grafiek gaan we zien dat de grafiek start in de oorsprong. Dus dat wordt ons één nulpunt. Om het nog wat in te oefenen, hebben we twee extra oefeningetjes voorzien. We kijken naar onze grafiek. We zoeken de x-as. En we gaan kijken waar dat die x-as juist gesneden wordt. Dan zien we dat dat in het eerste voorbeeldje drie punten is. Namelijk in min 2, in min 1 en 1. Merk op, het tweede nulpunt, min 1, die grafiek die gaat nadien terug naar beneden. Dat kan perfect. Daarom spreken we van snijpunten of raakpunten. Hetgeen wat je hier ziet is een raakpunt. Die raakt x-as, maar ze snijdt ze niet. Het laatste voorbeeldje is een specialeke. We kijken naar de grafiek, we zoeken de x-as en wat blijkt? We vinden geen nulpunten. Die grafiek wordt niet gesneden. Dat kan. Het kan zijn dat er functies zijn waar er geen nulpunten zijn. Wij noteren dit met een schuine streep of je mag ook schrijven er zijn geen nulpunten. Conclusie. Om het nulpunt op een grafiek af te lezen, gaan we dus kijken naar de snijpunten of de raakpunten met de x-as. De x-coördinaten van deze punten zijn de nulpunten van de functie. We gaan over naar de definitie. In woorden, het nulpunt van een functie is een x-waarde waarvoor de functiewaarde 0 is. Als we dit in symbolen gaan noteren, a is een nulpunt van f, dan hebben we toch een beetje meer uitleg nodig. A is een nulpunt van f. A moet een getal zijn. En dat getal moet een x-waarde zijn. De f hebben we van de functie f. Met andere woorden, moeten we werken met f tussen haakjes a. Want we gaan nu specifiek op zoek voor dat getal a. We weten dat die uitkomst moet gelijk zijn aan 0. Met andere woorden, fa is gelijk aan 0. Dit kan je dan aanvullen bij je definities. A is een nulpunt van f als en slechts als de functiewaarde van a gelijk is aan 0. Je kan een functiewaarde ook gaan berekenen. Hiervoor moet het functievoorschrift wel gegeven zijn. Als we dit gaan berekenen, wil dat zeggen dat alle functiewaarden gelijk moeten zijn aan 0. Doe je best door heel die fx te omcirkelen, daar gelijk aan 0 bij te schrijven en dan kan je netjes een vergelijking opschrijven. Namelijk, 0 is gelijk aan 4x plus 5. We krijgen een vergelijking die we nu perfect kunnen uitrekenen. We gaan dus op zoek naar de x-waarde. We brengen eerst de term over naar de andere kant. Dus min 4x is gelijk aan 5. Dus x is gelijk aan min 5 vierde. Conclusie. Het nulpunt is min 5 vierde. En stel dat we van deze
functie een grafiek ga maken, dan zal het snijpunt punt zijn met coördinaat min 5, 4. We hebben ook weer hier extra oefeningetjes voorzien. Goed, we moeten het nulpunt van de functie berekenen van fx is min 5x plus 10. We nemen een kleurtje, we omcirkelen de fx en we zeggen dat die gelijk moet zijn aan 0. Dan kunnen we netjes onze vergelijking opschrijven. 0 is dus gelijk aan min 5x plus 10. Min 5x brengen we naar de andere kant. Dat wordt 5x. 5x is 10, dus x zal gelijk zijn aan 10 vijfde. X zal 2 zijn. Conclusie, het nulpunt is 2. Een laatste oefeningetje dat we samen maken. Fx is gelijk aan min x kwadraat min 9. We moeten ook hier het nulpunt berekenen. We doen dat op dezelfde manier. We omcirkelen de fx. We zeggen dat die gelijk is aan 0. Dan kunnen we dat netjes opschrijven. 0 is gelijk aan min x kwadraat min 9. We brengen de x kwadraat, of beter gezegd de min x kwadraat, naar de andere kant. Dan krijgen we dat x kwadraat gelijk is aan min 9. De volgende stap zou zijn dat x kwadraat, of x gelijk zal zijn aan de vierkantwortel van min 9. De vierkantwortel van min 9, dat bestaat helemaal niet. Bliksem, dat kunnen we niet nemen. Conclusie, x zal niet te vinden zijn. Er zijn dus geen nulpunten.